those endless days, those sacred days you gave me. Daar komt hij aangelopen. 500 wedstrijden bijna voor Ajax. En 42 interlands. En hij gaat stoppen met voetballen. Danny Blind. Dag Danny. Dag, hoe is hij? Ja, goed. Gaat hij goed, ja? Ja? Kijk wat ik hier heb voor jou. Hier heb ik allemaal banden met allemaal hoogtepunten uit jouw carrière. Al die dingen die jij beleefd hebt in hoeveel jaar voetbal wel niet? 20. Kies er één uit. Het moment waar ik direct als persoon de meeste invloed op heb gehad. Ja. In de zin van dat je op dat moment had je het echt het lot van Ajax in je handen. En dat is de Wereldcup tegen Gremio. Ja, mooi. Ja, hè? Ja, ja, ja. Met hoeveel goede voetballers heb jij wel niet gespeeld in jouw carrière? Wat dat betreft ben ik een rijk iemand, ja. Ik heb hem met heel wat mogen spelen. Doe mij nou een lol en stel voor mij nou eens jouw ideale elftal samen. Uit de spelers waarmee jij gespeeld hebt. Nou, ja. In het doel. In het doel. Edwin van der Sar. Er is geen betere in jouw ogen? Op dit moment niet, nee. Nou, dan gaan we in de verdediging. Frank de Boer. Frank de Boer op links. Vaste geitje. Doe ik zelf ook mee of niet? Je mag zelf meedoen natuurlijk. Ja, dat heb je er eigenlijk niet bij gezegd. Tuurlijk. Je mag meedoen. Oké, okay, nou, dan doe ik mee. Oh, je doet ik, mee? Ja, ik vind het toch leuk voetballen. Ik doe mee. Ik ben speler trainer. Goed. Ik speel gewoon... Centrum. Nou, centrum. Wie staat er voor jou? Frank Rijkaard. Frank Rijkaard? Groot voetballer. Goed mens. Rechtsback. Ja. Nou, dan kies ik voor Siloy. Ik bewaar hele goede herinneringen aan de periode dat Sonny rechtsachter speelde. Ja, dat was heel plezierig gewoon. We gaan naar het middenveld. Dat is Edgar. Edgar Davids. Ja. Dat is weer de vastigheid, dat is Edgar. De volgende. Ja, dat is voetbaltechnisch gezien absoluut zo'n moeilijke keus. Liedmanen of Bergkamp. Ja. 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 En dan, nou, dan kies ik voor Jari. Omdat ik... het is een vriend van me. Dat mag toch ook? Zo eerlijk. Als trainer moet je eerlijk zijn, toch? Nou, het is een vriend van me. En daarom speelt hij. En niet Dennis. Op rechts speel ik met Aaron Winter. Ik heb gewoon altijd heerlijk met Aaron gespeeld. Nou, gaan we verder. Overmars. Op links Mark Overmars. Ik vind het gewoon de beste linksbuiten waar ik mee gespeeld heb. In het centrum, ja. Ja, dat is een lijstje, daar kunnen er wel vijf spelen natuurlijk. Ja. Laat ik beginnen, Kanu, Kluivert, Pettersson. Maar nummer één, Marco van Basten. Ja. Wil je echt uitleg hebben? Nee toch? Dan komen we op rechts. Ja, dat is Johnny, onze Johnny. Johnny van het schip. Ja. Ik denk dat hij Marco wel bedient. Met zijn voorzet. Dan gaan we nog een keertje kijken. En dan komt hij dan. Dat is dan Van der Sar in het doel. Ja. En dan gaan we van rechts naar links hebben we Siloy. Dan Blind, Rijkaard en Frank de Boer. In het middenveld hebben we dan Winter en Liedmanen en Davids. Mm-hmm. En voorin van het schip Van Basten en Overmars. Ja. Daar lijkt mij niks mis mee. Nee. Dat vind ik een aardig elftal. Ja. Ja, daar win je niet makkelijk van hoor. We gaan gedag zeggen tegen jou. Danny Blind en Ajax, dat hoort toch bij elkaar, of niet? Ik wel, ja. Ja. Nou, en om dat te onderstrepen, heb ik dit voor jou. De echte Ajax. Regenjas, Danny Blind, 86, Ajax. 90, ja, ja, je overval je me mee, ja. Heel erg leuk. Dat zijn de jaren dat je bij Ajax hebt gespeeld. Trek hem even aan, alsjeblieft, voor mij. Is dit Ajax, of wat? Mag ik je daar hartelijk voor danken? Ja. Dat vind ik echt heel leuk. Ja, vind je hem leuk? Ik vind hem leuk. Hij is mooi, hè? We hebben bijzonder van jou genoten als voetballer. En ik wens jou hartstikke veel succes in je nieuwe functie bij Ajax. Dankjewel. Ja? Jij ook bedankt. Tot ziens. Ja, okay. Graag gedaan. Doei. Dag Danny.